Hopen dat hij thuis is. Dat hoop ik ook, maar... Het zal wel leuk zijn. Samantha, Eugène, Chantel, Shayanigwa en Lazery zijn bijna bij het huis van Ronnie Flex. Om de rapper in tijden van gesloten concertzalen te kunnen steunen... heeft Samantha haar zelfgebakken maïzena-koekjes mee. Heb je koekjes? Ja, tuurlijk heb ik ze. Ik denk dat jij moet voorlopen. Ja. Nee, kom, loop met z'n allen. Nee, loop naar voren. Ja, jij gaat de koekjes afgeven, ja. Mama. Dus zet op kleren netjes. Schat, schoon. Ik denk dat het hier is. Ja, maar hier, het staat wel open, maar ik weet niet of ik... Nou, wees eens brutaal. Ja, aan de zijkant is een bel. Ring. Oh ja. Oh. Daar is een bel, ja. Klopt. Oké. Zou jullie durven? Hallo, meneer Flex. Hi. Ik ben Samantha en ik heb ooit gehoord dat je van maïzena-koekjes houdt. Ja, klopt. Dus ik heb maïzena-koekjes voor je gebakken. Oh, super lief. Wow. Kijk eens. Zo. Dank u wel. Ja, alsjeblieft. Dank u wel. Zo, wat een verrassing. Ja. Mijn man wil jou ook even zien. Jazeker. Hi. Broer. Hi. Oh, nee. Hi. Ja. Dat is de rest van de familie. Oké, ik wil die elleboog gewoon. Nee, echt hartstikke bedankt. Man. En hoe is het met jou? Nee, gaat goed. En met jullie ook allemaal? Ja. 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 We hebben 13 kinderen en een kleinkind. Oh, wow. We wonen allemaal nog thuis. Oké. Okay. Zit ook een beetje in de muziek. Oh, ja. Lekker, maar zij lekker. Zij speelt viool. Speel je viool? Ja. Ja, zo. Dat is vind ik echt een van de mooiste instrumenten. Okay. Ik hoop altijd gehoord dat het een van de moeilijkste is. Yeah. Ja, viool, man. Ja. Ja. Speel eens voor hem. Ik weet niet of je tijd hebt. Ja, man. Speel alsjeblieft voor me. Oké. Het is gewoon een beetje improvisatie, maar... Dankjewel, maar sick, maar ik had op mijn Instagram post. Yeah. Nogmaals, dank jullie wel voor het warme bezoek en voor de koekjes. Graag gedaan. En eet op. Ja, zeker. Ja, zeker. Dus, zo. Ja, dus. Ik ben in de wolken. Ik vind hem een hele spontane jongen. Gewoon, ja, zoals je hem ziet op beeld, zo is hij ook gewoon echt. En dat vond ik zo puur aan hem. Bij de communisten. I feel good.